En hallo mensen, top kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in de Quartermaster. En ik ben hier vandaag aan de reden. Ik heb ondertussen verzameld 1 common supply drop en 151 keys. Ik heb aan de hand van de kerst, days of winter, heb ik best wel veel shit verzameld. En ik heb het best wel even gespeeld. Dus ik heb er 151 verzameld en ik heb echt moeite gedaan om ze allemaal te bewaren. Want normaal open ik er gewoon 30. Als ik er 30 heb, dan open ik er 30. Dan open ik er weer eentje, dan is het klaar. Dus ik ga er vandaag voor jullie in totaal 6 openen. Dus 1 common en 5 rares. En als we iets tofs uit krijgen, gaan we daar een potje mee spelen. En anders gaan wij gewoon een prachtige kerstspecial hiervan maken. Het wordt sowieso een kerstspecial, alleen we gaan ook iets moois van maken. En misschien komt er wel iets heel tofs uit en dan gaan we daar gewoon mee spelen. Dus laten we gewoon beginnen met de common die voor mij gratis was. En op zich, het is geen slechte common dat ik er nou 2 rares uit krijg. Ik krijg normaal echt alleen maar common uit common, maar dat is niet zo gek. We gaan beginnen aan deze prachtige rare supply drops. En ik hoop echt op iets goed, want ik wil echt wel even een... Weet je, het is een epic alleen... We moeten even kijken. Nee, we moeten even naar kijken. In ieder geval 1 epic. Epic is altijd goed, oké? Okay? Zo moet je het maar gewoon zien. En... Rare, en een common. Choice. Niet heel prachtig. Volgens mij wordt dat 1 common. Oh, ja, dat wordt 1 duplicate. Oké, dat is 2. Ik hoop echt dat er gewoon een dik wapen uitkomt, weet je. Dan kunnen we daar lekker mee spelen. Nee, ook niet. Oeh, de Rack 9. Shotgun. Het is een legendary. Ik heb hem nog niet. Ben ik super blij mee. Ik kan nog niet meer spelen, omdat ik level 47 moet zijn. Dat ben ik nog niet. Heel erg jammer, want anders had ik er zeker een potje mee geknald. Maar, oké, verder. We gaan verder. Nee. Oeh, 210 salvage, altijd goed. En natuurlijk 3 duplicates. Kan altijd. En de laatste, dat is dan... daar gaan 150 keys. Oh. En... Oh, weer een epic taunt. Drop the hammer. Ik wil er eigenlijk wel even naar kijken. Laten we even naar kijken. Want ik heb in ieder geval hier een nieuwe. Nou, het is dus deze... Dus deze kijken. Je krijgt 1 random attachment als je spant. En je kan sneller lopen als je gecrouched bent. Op zich is dat voor een shotgun best wel nuttig, denk ik. Dan hebben we hier nog iets. Nou, ik gebruik dit eigenlijk nooit. Ik heb hier al een legendary van. Dus waarom zou je een rare gebruiken? Snap ik me dan af. Maar oké. We gaan in ieder geval even naar de poppetjes toe. Want die staan hier. Ja. Even kijken. Wat kregen we voor moois? Wat een taunt. Nou. Zoals je ziet, ik had hier alleen maar rares en nu die 2 epics. Maar ik had hier alleen maar rares, dan gaan we kijken naar de epics. Oeh. Die is wel echt heel tof. Die tweede, is die net zo tof? Het is die zijn hand. Oh, cluster grenade. Oeh. Die ga ik aanzetten. En waarom ga ik deze aanzetten? Dat ik deze best wel vaak voorbij zie komen. Dus ik zet deze aan. Dat deze niet zo vaak voorbij zie komen. Die is wel tof. Gaan we zeker gebruiken. En aangezien we geen wapen hebben waarmee ik op dit moment kunnen spelen. Wat ik ga doen op die manier is ik ga spelen met deze class. Deze. Dit is een epic. Dit is een common RPR. Evo. Een sled shot. Is een common. Dit is een soort van kerstvariant zoals je ziet aan de camo. Je kan de camo ook niet aanpassen. Dus dit is gewoon de camo. En ik heb de ELO en de help heb ik staan. De iced, het richtpuntje. Dus dat is mijn clash voor vandaag. Ja, met uiteraard de quick draw en de stok. En ghost, tracker, scavenger, dead silence en een cluster grenade dat ik een punt moest opvullen. Dus dat is mijn clash voor vandaag. Ik ga een potje mee joinen en ik zie jullie straks wel in een potje. Ik ben een potje terechtgekomen. Ik weet niet hoe, maar het is op een of andere manier. Is dit al een playing game? Ik dacht dat ik geen laadschermte had als een playing game was. Maar schijnbaar wel. Ik sta met wel bovenaan dit team. Waarom, ja, weet ik ook niet. Een van de enemies is wel goed. Die gaat 10 om 1. Heel netjes. Ik ben gewoon gedoond in, weet je, ik zie al of hier... Oh, die Rico van het ding. Ik heb expres. Dat heb ik met voorzorg gedaan. Nog niet met de wapen gespeeld. Gewoon dat ik zelf ook verrast zou zijn over... Oh, ik dacht echt dat er eentje lag. Dat ik zelf ook verrast zou zijn over hoe dit wapen zou spelen. Dus ik heb mezelf er niet op voorbereid. Dat heb ik expres gedaan en ik hoorde... Oh, dat is teammate. Sorry. Dus weet je, ik heb me expres gewoon laten verrassen door wat er op dit wapen staat en hoe die speelt. Dus zodoende. Kak. Ik wist het.
Dus ja, zodoende. Ik vind het wapen wel heel lekker spelen. En die recoil is echt, echt ongekend. Fuck. Waarom doet mijn teammate hier dan ook niks aan, weet je? Dat vraag ik me dan af op dat moment. Hoi teammate. Oké. Okay. Enemy UAV. Fuck. Oh, ja, lang verhaal. Lang verhaal. Oké. Moet even opletten. Ik wil wel even winnen namelijk. Ik wil wel winnen. Nu heb ik jullie zit, maar ik wil best wel even de winst binnen slepen. Fuck. Oh, goede kill, goede kill. Zo. Geef hem toch een hart aan zo. Zo. Oh, die Rico, daar kan ik helemaal niks mee. Oké, dat moet ik even vermijden, denk ik. Misschien was dat ook gewoon geen goed plan. Het was gewoon geen goed plan om... Oh, wauw. Het was gewoon geen goed plan om met een submachine gun... Met best wel wat Rico om daar dan long range... En daar stap ik weer. Dat is echt onterecht. Als je dat maar weet. Dat vond ik echt onterecht. Ik had de kill. De kill was had gewoon van mij moeten zijn. Hier een enemy. Sorry man. Daar niet zo heel handig. Vind ik zelf. Waar is die? Oh, daar was boven mij. Ik moest even kijken, man. Enemy scarab active. Oké. Daar lig ik alweer. Prachtig. Ik ben hier, dit deel, echt nog nooit iemand tegengekomen, zover ik me kan herinneren. Terwijl ik echt niet de enige ben die daar loopt. Dat weet ik wel. Oh. Oh mijn god, die Rico. Dat van de dingen is zo lastig. Nee, dat gaan we niet proberen. Friendly drone support is active. Oh. Mooi gebruik. Fuck. Oh, dit is zo lastig. Jullie hebben geen idee soms. Dit is echt... Nee, dit is best wel lastig. Het is gewoon... Het is moeilijk in te schatten hoeveel recoil dit wapen heeft. Want op sommige afstanden heeft hij veel minder recoil dan op andere afstanden. Dus dat is best wel lastig inschatten. Oh, mooie kill. Geef naartoe. Dat was een prima kill voor mezelf. Oeh. Fuck. Nou, we gaan er niet meer winnen, jongens. Ik wil wel winnen. Maar ja, ik kwam in een plain game en stond er al achter. Dus daar kan ik ook niet helpen. Ik kan niet alles oplossen. Nee. Oh. Zo jammer. Tuurlijk. Vulture kan er ook wel bij. Fuck, teammate. Waarom pak je hem niet? Oh, zo jammer, hè. Ik doe zo mijn best. Fuck, yeah, kut camper. Ik zweer, ik vlieg de hele tijd omhoog als ik schrik, zeg maar. Als ik een enemy heb, dan heb ik er niet van last van. Maar als spontaan iemand campt en ik zie hem dan echt te laat, zeg maar. Dan heb ik er wel last van. Oh, tuurlijk. Die Vulture moet ook even gezellig komen doen. Waarom ook niet? Fuck! Sta daar niet! Ik zweer, dat maakt me echt... irriteert me echt. Ah, oh, kom op. En... We zijn klaar. Nou, even kijken. 18 om 23. Het is geen prachtscore, maar dat is best wel een lastig wapen. Omdat het... Ja, dat is,
hij zal waarschijnlijk. Hij heeft heel veel recoil. Het is gewoon heel lastig dat hij heel veel recoil heeft. Dat is best wel, een ding. Omdat het ding zoveel recoil heeft, is het heel erg. Je moet heel erg mikken. Dat is best wel lastig. Oh, hij heeft hetzelfde pakje als ik. Ik sta toch nog een soort van eerste. Hetzelfde pakje als ik. Dus ik ben toch een soort eerste. In ieder geval, wat lastig is in dit wapen, is hij heeft heel veel recoil. En naar mijn gevoel, ik weet niet of het echt zo is, maar naar mijn gevoel. In ieder geval. Zo, ja, heel prachtig. Voor mijn gevoel gaat die, heeft die recoil naar boven en naar onder, maar soms ook van naar links en naar rechts. Ik weet niet of dat echt zo is, maar zo, dat idee heb ik in ieder geval. Dus als je probeert hem voor te schieten, dan is dit ding best wel, ja, het is gewoon best wel een apart wapen. Wat wel, ja, ik gebruik die clustergranaat, ik gebruik ik niet. En waarom? Omdat ik, op deze class had ik eigenlijk geen ILO staan, maar ik had daar een extended mag staan. Want dit is de class die ik hiervoor gebruik. Vind ik gewoon veel chiller. Maar ja, ik wou toch wou graag die scope van dat mooie sneeuwvlokje gebruiken. Dus ja, dan moet er toch iets weg. Dus zodoende. Ik vind het wel best wel een hele. Het is, ik vind wel, laat ik zo zeggen, ik vind het een hele mooie cam. Ik vind de cam heel erg vrolijk. En ik hoop ook dat ze die nog gaan uitgeven. Tot zover als ik het nu gezien heb. Want ik heb dat, die cam nu nog niet. Want we zijn nu bij dag 9. Tenminste, ik ben nu bij dag 9. Dus wij zijn bij dag 9 op dit moment. Maar weet je, ik heb die cam nog niet. Ik hoop ook dat ze hem uitgeven voor alle wapens. Want ik vind hem wel echt heel tof. Maar we gaan het nooit, we gaan het zien, dus ik weet het nog niet. In ieder geval, ik hoop jullie van deze video genoten hebben. Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren en te abonneren op mijn kanaal. Ik wil jullie bij deze alvast een hele fijne jaarswisseling wensen. Want dit is de laatste video die ik online gooi dit jaar, 2016. 2017 gaat een heel tof jaar worden voor ons allemaal en ook voor mij. Dus ook voor jullie op die manier. Dus ik heb er al heel veel zin in. Ik zeg, ik hoop dat jullie allemaal ook een fijne kerst gehad hebben. Ik ben misschien een beetje, ja, laat mij niet, maar op tijd denk ik nog. Dus ik hoop dat jullie allemaal een fijne kerst gehad hebben. Ik wil jullie allemaal wel een gelukkige jaarwisseling toewensen. En veel beterschap en goede voornemens en gedoe in 2017. Iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Zeg ik laters. Dag en doei.